We are now at the Grevelingendam. This is one of the secondary dam closure dams of the Delta Works. This gap was closed with a cable car. There were here two channels and in total a total length of 1700 meters of cable car was constructed over these channels. Two pylons were used for that, each covering a gap of 600 meters. Normally cables of cable cars are anchored in rock, but there is no rock in Holland, so therefore we had to make our own anchoring point. This concrete structure here was used as the anchoring point of the cable car. The carrying cable of the cable car was wrapped around that circular part you see over there, and then it went that way to the pylons. They used this to dump stones into the estuary, and it was introduced to the people at that moment in the following newsroom. Tussen Goeree en Schouwen-Duiveland moet de Grevelingendam komen. Een gat van 1200 meter lengte moet gedicht worden als een onderdeel van het deltaplan. Waterstaat experimenteert hier met een gigantische kabelbaan met gondels die stenen in netten boven het water dragen en dan laten vallen, zodat geleidelijk maar toch snel een dam kan worden opgehoogd die de Grevelingen afsluit. De bergen basaltkeien liggen al klaar om in de gondelnetten geladen te worden. Iedere gondel kan 10 ton stenen per keer meevoeren. En de bemanningen van deze voor ons land ongewone voertuigen, die een eigen aandrijving hebben, hebben er al gedegen mee geoefend. Deze dagen hebben journalisten de gondels hun eerste tochten zien maken langs de bijna 10 centimeter dikke kabels die over het water gespannen zijn. Er zouden minder gecompliceerde manieren zijn om de Grevelingen te dichten. Maar men wil hier met deze methode experimenteren om na te gaan of zij kan worden toegepast bij de afsluiting van de Oosterschelde en het Brouwershavense gat. De zwaarste dichtingen van het deltaplan. De gondel verlaat, terwijl deskundigen van Waterstaat toekijken, de vaste wal en is nu boven het water aangekomen. Zodra de gondel boven de plaats van bestemming is, laat hij het net zakken dat zich vervolgens leegt. Er komen 10 van die gondels in bedrijf, die van de vroege ochtend tot de late avond door zullen werken en inderdaad geleidelijk en zeer snel een dam kunnen opwerpen. Iedereen is in spanning over de resultaten van het experiment dat voor het verdere verloop van de deltawerken van grote betekenis kan zijn. De Grevelingendam was built near a tidal divide, so closing was very simple. But as was explained in the previous video, we want to test the method of closing a gap by a cable car. Basically, the system worked quite well. The drawbacks were that loading the nets with rock cost quite some time. Also lowering the nets for dumping was a very time-consuming operation. Lowering the nets was needed because otherwise the rock segregated too much and arrived at the bed not as well graded as we want. Based on this experience, it was decided to continue for future closing operations with artificial blocks, concrete cubes of 1 cubic meter. The cable car closings were done usually by dumping stones into the water. However, it proved that dumping stones from nets was a little bit difficult, and therefore in a later stage we used concrete blocks to dump. Concrete blocks of 1 cubic meter. A lot of these blocks were used to close the Brouwersdam dam. And later on it was the intention also to use the same blocks for closing the Oosterschelde. However, we changed plans and the Oosterschelde was not closed by blocks. So a number of these blocks were left over. And as you see, they are now used as all kinds of obstructions to prevent cars to be parked in the wrong places. One of the big advantages of a vertical closure using a cable car is that the flow pattern over the dam is rather smooth. This can be seen in this picture. Because of the regular flow pattern, not only the rock size of the closing dam is limited, but also the extent of the bed protection can be much less. Dit wordt het jaar van het Haringvliet. Het jaar waarin de dam gereed moet komen tussen Goeree aan deze kant en Voorne-Putten aan de overkant. Door het reeds geruime tijd geleden klaargekomen spuisluizencomplex met zijn grote stalen schuiven stroomt het getijwater nog vrijelijk in en uit. En dat zal pas eindigen als de schuiven worden neergelaten. Voordien echter moet het 1300 meter brede stroomgat tussen de sluizen en de kust van Voorne-Putten worden gesloten. Die sluiting gebeurt met behulp van dezelfde kabelbaan die in 1964 gebruikt werd voor de dam door de Grevelingen.
Op de twee landhoofden zijn rond de vertrekpunten de betonblokken opgestapeld, waarmee de dam in het rak van Scheelhoek, zoals het sluitgat officieel heet, zal worden opgeworpen. Gondels brengen telkens 4 blokken tegelijk over de kabelbaan weg. Er liggen in totaal 140.000 klaar, al zullen er naar schatting maar zo'n 110.000 nodig zijn. Telkens rijden speciale blokkenwagens 4 van de betonnen kubussen naar de laadplaats, waar de motorgondels de van haken voorziene blokken oppakken via een speciaal voor dit doel ontwikkeld hydraulisch systeem. De vrachtauto rijdt niet aan onrechte snel weg, want elk blok weegt 2.500 kilo. 9 à 10 van deze gondels, die zelf ongeveer 20 ton wegen, rijden onafgebroken heen en weer over de 2 draagkabels die een doorsnede van ruim 9 centimeter hebben. De kabels hangen aan 3 pylonen die op ongeveer 580 meter uit elkaar staan. De dieselmotoren in de cabine van de gondel maken het verblijf erin allesbehalve aangenaam. Onderweg passeren de bestuurders steeds collega's die op het andere landhoofd hebben geladen. Elke gondel krijgt van de wal af een teken als de plaats van storten bereikt is. Met uitzondering van de weekenden gaat het werk onafgebroken door, 90 uur per week, waarbij gestreefd wordt naar het storten van 120 blokken per uur. Dat betekent theoretisch dat de dam in ongeveer 10 weken klaar kan zijn. Op sommige plaatsen komen de blokken al boven de laagwaterlijn uit. Er zit dus duidelijk schot in. Op beide oevers heeft de kabelbaan een vast railgedeelte met een draaischijf. Op deze plaats is één van de gondels tijdens de draaimanoeuvre naar beneden gestort en onherstelbaar beschadigd. Maar dankzij reservegondels zal het werk geen vertraging ondervinden. Zo vordert de voltooiing van het tot dusver duurste Delta-project in snel tempo. 720 miljoen gulden gaat het kosten. Maar de Haringvlietdam zal het waard zijn. Zowel vanwege zijn belang voor de waterhuishouding als wegens zijn betekenis voor de definitieve beveiliging van het noordelijk Delta-gebied tegen de zee.